Klasse, Arne. Ik wist bij u een plek dat sowieso natuur moest zijn. We zijn hier in de wijngaard bij Erik en Linda. En we gaan straks heel lekkere wijn proeven, maar we gaan eerst eten maken. En ik heb in die frigobox een paar goodies mee, want we gaan zelf ricotta maken. Heerlijk. Ja, wat heb je nodig voor ricotta? Verse melk, room, azijn, zout. That's it. Niet meer? Niet meer. En ik heb fantastische boeren die verse melk geven. Dat mag dus allemaal in die pot, Arne. Want we gaan samen koken. Hè. We're in this together. Ja, dat is hè. Heel lang geleden dat ik hier nog gekookt heb. Maar, ja. Ik eet zo graag. Ja, ik eet heel graag. En ik heb het geluk van 5 kinderen te hebben. En ik heb gekookt tot op een gegeven moment dat mijn kinderen beter beginnen te koken zijn dan ikzelf. Dat is top. Jezus. Moet je daar eerst niet in roeren? Nee, daar moeten we niet in roeren. Zolang dat het niet kookt, je moet dat echt gewoon laten staan. Afblijven. Afblijven, kijken. Vanaf dat het zo begint een klein beetje te broebelen, dan gaan we de azijn en zout bij doen. Wat gaan we nog bij dit gerechtje maken? Ik wil ook heel veel smaken en een beetje een rijst in ons bord. Zo, hè. Jij bent eigenlijk ook voor 95% vegetarisch. Ja, en dat is eigenlijk gebeurd hier tijdens de lockdown. En als je door vegetarisch eet, dan je hebt zoveel meer energie. Hè. Dus, ja. En voor verschillende redenen. De climate change, hè, de dieren, hè, de koeien. Door echt de ontdekking van groenten te eten, is gans mijn lichaam dat tegelijkertijd sporten. Oh ja, ah, kijk, dat is ook nodig, want ik kreeg zo'n droge keel. Echt. Oeh, dat is Pinot Noir De frisse Pinot Noir. Fantastisch. Elle pas belle la vie. Dankjewel. Allemaal smakelijk. Dat is wat ik nodig had. Dat wordt hier gemaakt, hè. Daar ben ik nu eens zo fier op. Maar we zijn echt... Huh? We vergeten in België wat voor een top en luxueus land dat we hebben. En wel, ik zeg het nu echt iedere keer als ik naga de gasten die ik heb. Echt waar. Dank u om te komen. En ook de locaties die ik heb dicht bij mij. Boeren, stokers. Allee, ik vind dat fantastisch. Ik ben daar zo fier over. En ben eigenlijk een keer blij, ook door de... corona, dat we zeggen van kijk, we zitten hier zo goed, laten we hiervan genieten. Ik reis vrij veel en ben elke week op een ander continent. En elke keer als ik hier terugkom in België, zeg ik van jongens, wat een leven, wat een luxe land. Op alle mogelijke vlakken, hè. Muziek, cultuur, alles. Kunst, koks, noem maar op. Het is echt... Ik ga een azijntje maken voor die aardbeien, want die aardbeien lichtjes gaan pekelen. Dus een pekel is meestal met azijn, zout. We gaan daar iets meer suiker in doen. Dus al die aardbeien mogen daarin. Ik ga hier azijn laten opkoken. Om dan over de aardbeidjes te doen. En het groen mag eraan blijven. Ja, ik vind dat mooi. Ja. Ah, hier. Kijk. Ziet je? Dat begint zo heel lichtjes te broebelen. Nu gaat daar gewoon 3 eetlepels azijn. En nu zout, een koffielepel en half. En zie je al wat dat er daaronder gebeurt. Dat gaat echt helemaal uit elkaar gaan vallen. Kijk. Ah ja, het kabbelt, hè. En nu moet je echt zeggen, nee, ik kom er niet aan. Laat dat gewoon gerust. En straks scheppen we dat uit en laten we dat uit. Dan gaat het helemaal plonteren, helemaal in. Ja. Dan is er nog één ding dat ik u wil tonen. Dat is een beetje een wereldreis qua kruiden. We gaan zaatar maken. Zaatar. Dit is mijn ochtendritueel. Ik heb dat een tijdje geleden ontdekt en ik drink dat vooral in de winter. Ja, dus je kent het. Ja, dat is heerlijk, hè. Goedie. Goed, hè. Ja, de max. En dat gaan we straks in onze vinaigrette ook doen. Oh, hallo. Ach, dat is goed, hè. Zaatar. Wat is dat recept? Dat is zo'n beetje zoals ras el hanout in Marokko. Dat ieder kruideniertje heeft zijn eigen recept. En die geeft dat ook nooit vrij. Dat is een toffe mengeling, look en peper. Maar zie je het al, die smaken? Ja. Ik heb vorige zomer een reis gedaan met een oldtimer. Maar we hebben dus echt gereden dus van Peking naar Parijs. Maar dan dat gaat is je door, ongelooflijk, joh. Met, als je met zo'n open auto door al die landen, door de woestijnen, door al die kleine dorpjes en al die geuren die op je afkomen, door al die keukens, die openluchtkeukens, van die mensen die in kleine barakjes koken.
Maar dat is een reis. Dat is toch uw levens. Je kunt niet meer leren dan tijdens reizen. Hè. Reizen zet je voetjes op de grond. Hè. Ja, en dat maakt je geest open en je leert ook contacten. Je leert relativeren in het leven. En reizen is eigenlijk heel belangrijk. Maar je kunt ook reizen, je moet daarvoor niet ver gaan. Je kunt reizen in je eigen land. Het is gewoon maar kijk, zien. Wat zijn wij hier aan het doen? Wij reizen in het Pajottenland. Dus dat is onze eigen gemaakte zaatar. Maar eten is ook een beetje op reis gaan. Hè. Sowieso. Je bent eigenlijk begonnen met graffiti, hè? Wel, het is heel simpel. In de jaren 80 dus mijn ouders scheiden. En dan ze verhuisden dus van Diksmuiden naar Brussel. De moeder nam ons mee. En dan dacht ik, Brussel, dat gaat zo'n futuristische stad zijn. Dat gaat de max zijn. En ik kom ertoe, dat was grijs en dat was lelijk. En dan dacht ik echt iets van, oh nee, dat kan niet. Dus als 15-jarige jongen, dan breekte uit en dan wilde gewoon de kleur geven. En ben dus echt treinstellen en metrostellen beginnen te schilderen. Het meest impressionante vind ik dat beeld dat jij maakt in Calatrava. Ja, daar zie je echt dat zo. Het zou kunnen van papier zijn, hè? Ja, en dan komt het niet, dichterbij. En dat is gewoon staal met allemaal verschillende kleuren. Ja, we hebben nu net een groot beeld geplaatst in Parijs. Le Beau Rêveur. Waarom? Omdat mensen die opgroeien in steden, die hebben bijna geen enkel contact meer met de natuur. Kinderen die opgroeien weten niet meer wat dat seizoenen zijn. Ze weten niet wat dat bijen zijn, vlinders zijn. Ze weten niet wat dat is met een gescheurde broek. Melk komt uit een pak. Ja, melk komt uit een pak. En dan hebben we een werk gemaakt, Le Beau Rêveur. En Le Beau Rêveur is ook zo'n soort bloemenboeket. Van ver lijkt dat fragiel, maar als je binnen dichter komt, dan zie je dat dat echt dik staal is en vervormd. En het is mooi om te zien, want ik maak die maquetjes eerst in klein. En dan maken we die in het grote. We vertrekken echt van plaatstaal. En dan beginnen we dat te assembleren. Maar dat is even mooi maken als dit. Hè. Dat is de schoonheid. Dit zijn suikererwtjes en dit is nostalgie gewoon. Dit is stug. Ja. Dus je moet die twee draadjes daar eigenlijk zo van uitdoen. Heerlijk, en dan gaan we die koken. Waar is mijn klein spekboontje? Ik noem die spekboontje Grace. Gracie! Kijk eens hier, van bij de groentelaar, schat. Ah, oh, tof. Suikererwtjes. Op. Nice. Op. Plop. Op. Dat is toch ongelooflijk, je doet dat ook. Een beetje bijvullen. Oh ja, zeg. Jij komt altijd als... Als geroepen, hè? Geroepen. En hij is zo lekker, Erik. Echt waar. Dus... Wijn Lizzie'smore, zo eenvoudig gemaakt, geen hout gekregen, spontane gisting, echt waar, volledig de natuur zijn goesting laten doen. Ja. Gewoon tijd nemen, geduld. Nog in ieder nog veel kookgenot. Dank je. Dat is heerlijk. Zitten we hier niet goed? Goed, hè. On n'est pas bien, hè? Een klein vraagje, want ja. Soms heb je ook zo van die dunne. Mogen die er gewoon die bij? Die mogen er gewoon bij. Okay. Het is gedaan, zie. We gaan die in het water zwieren. Dit, lieve mensen, is ricotta. Hoe gemakkelijk was dat nu? Allee. Nu laten we dat gewoon zinken. Hello, ça va? Les a déjà goûté? C'est des suikererwtjes. Évidemment, suiker, parce qu'elles sont tellement sucrées. Mm. Boontjes, check. Ricotta loopt door. De aardbeien, fantastisch, hè? Ongelooflijk dat dat gezakt is. En de kleur en dat licht dat daarin zit. We gaan eens zien waar dat een Erik zit, wat ons glas is weer liggen. Ja, ik denk dat we een beetje moeten bijtanken. Erik, wat ben je aan het doen? De twijgjes aan het leiden. Wij zijn bezig met de lianen, want je kunt bijna een klimplant noemen, hè? Dus een druivelaar. Dus wij hebben draden waar we ze tussen steken en we proberen ze goed mogelijk te geleiden. De schone bloemetjes van Bijo. Maar wat ben jij doorgebroken eigenlijk? Weet je dat in van in België, ik ga wel zeggen, want we zijn toch wel bezig van de jaren 80, Burning Man. Wij zijn dus naartoe gegaan. We hebben daar een beeld gebouwd in hout. Maar dat was een ongelooflijk ding, dus we hebben dat daar opgebouwd. En ik kan u zeggen, om dat op te bouwen in woestijn, waar dat je toch wel
50, 60 graden overdag hebt en 5 graden 's avonds hebt. We hebben daar 3 dagen in gefeest, 3 of 4 dagen in feest, als ik me goed herinner. En als je dat dan opgebouwd hebt gedurende zo'n paar weken, en dan sta je daar alleen met je vlammen en je hebt dat beeld, en dat is een perimeter van 130 meter rond, en je hebt daar wel 60.000 man die daar buiten zit. En dat is muisstil. En je steekt die vlam eraan en je ziet die vlam zachtjes gaan. En op het moment dat die vlam echt omhoog gaat, die vlam heeft bijna 100 meter hoog gegaan. Dat is een hitte geweest van 2000 graden. En ik was zo gepakt van die adrenaline. En ik heb die hitte nooit beseft. Ik stond tussen dat vuur en die 60.000 man die naar rechts stond en die energie loslaat. Wel, Sophie, dat is... Je kunt dat niet beschrijven. Ik heb nog altijd kippenvel. Ik heb een klein beetje olie. Kijk. Sorry, maar... Allee, dit is... Kijk. Allee, ja. Ach, Sophie. Maar zie, daar word ik nu intens gelukkig van. Ja, dat is die gewone ook. Ja. Dat is redelijk bruut, maar toch is dat heel fijn door die textuur. De aardbeidjes mogen erop en jij mag die bloemetjes... Kijk, joehoe, moes, kijk dat is zo feest, mooi. Dat is feest. Het is juist alsof ik aan het schilderen ben. Geroosterde. En hoe mag je dat erover? Gewoon? Ja, gewoon drizzle it over. Zie, die is van een schotel, jongens. Wauw. Groente, fruit, smaak, textuur. Sophie, jij mocht bij mij komen schilderen, maar niet dat ik bij u ga komen koken. Dat weet je dus. Zeg, wat voor een flauwe deal is dat? Zeg, jongen. Dat vind ik tof, hè? Een tafel met volk aan. Kijk, ze zijn daar! Kijk! Lekker! Ja. Wow! Fantastisch! Wow. Dank u, Linda, Sam, dat we hier mochten zijn op het Dapperspel. Dit is echt, echt vakantie. Een tafel vol mensen die genieten van de echte waarde in het leven. Dat is gezond zijn, dat is genieten van kleine dingen. Lekker eten en lekkere drank. En respect voor de natuur. Dat was nog een hele belangrijke, absoluut. Alle recepten, lieve Sam, staan op mijn website sophiedubo.be. En ik zou zeggen, kijk volgende week zeker, dus u eerst inschrijven, down there, op mijn YouTube-kanaal, want dan is het weer feest. Willem Hiele komt koken samen met al mijn gasten. Santé. Gezondheid.